De Witte Leeuwen van Telstar voor deze gelegenheid in het bruin gestoken in de uitwedstrijd in Waalwijk tegen RKC. Laten zich vanaf het begin van dit duel eigenlijk overspelen door RKC. Dat met goed vleugelspel tot veel kansen komt al direct hier met Fred Benson. Die had erin gekund. De niet al te lange Benson met de kopkans. Maar het is een kwestie van tijd. Hier is Benson als aangever. En dan is het Boerichter die hem binnenloopt. Derek Boerichter, 10e minuut. RKC wordt vooralsnog geen strobreed in de weg gelegd door de ploeg van Jan Poortvliet. Hier weer zo'n mooie aanval. Ak van Peppen mee opgekomen, de linksback. En Benson zelf. Bijna een half uur gespeeld en het is 2-0. En dan hebben we nog niets gezien van Telstar. Dat wordt tijd. Ogen zijn gericht op dat jonge talent, Wouter de Vogel. Vorige week scoorde hij in zijn debuut. Nu probeert hij het weer. Niet onaardig. In twee instanties gepakt door Ohad Levita. De talentvolle Israëlische keeper van RKC. Poortvliet, vorige week nog zo teleurgesteld. In die 1-1 nu weer met aanwijzingen. Hij moet zich niet lekker voelen. Want ook in de tweede helft kan RKC doen wat het wil. En zelfs mooie balletjes proberen. Zoals Aaron Meijers dat probeert. Toeschouwers van RKC zouden nog wel een goaltje willen zien. Boerichter hier. Met een voorzet op Schet. Daar is Braber. Maar dat is een 10 en geen 9, dus die schiet niet. Kijk eens wat al die Telstar-spelers daar doen. En wie staat daar vogeltje vrij? Al heel lang, Derek Boerichter. Nou ja, dan doe ik het maar. Lijkt die uit te stralen. 3-0 voor RKC door Derek Boerichter. En ook schrijnend om te zien hoe Telstar zich volledig laat overlopen. Ook als de wissels daar zijn. Donny de Groot bijvoorbeeld in de ploeg gekomen. En zelfs Paddy John kan voor gevaar stichten. Uiteindelijk is de kopbal van Jeff Stans de derde invaller. Was er dan helemaal niets positiefs te melden voor Velzen? Nou, ja, eigenlijk niet. Want een echte kans wist Telstar zich niet te creëren. Of het moet deze zijn geweest. Bal niet goed weggewerkt. De Vogel. Dit is natuurlijk super gedraaid, maar het schot is slap. Wordt makkelijk gepakt door Ohad Levita. Kansloze wedstrijd van Telstar. RKC wint met 3-0. Dames en heren, de